Dat is dus precies wat er mis is. Want je krijgt immens veel status als je elke 3 dagen een artikel publiceert. Er zijn mensen die dat doen. Zo snel kan ik niet eens lezen. Waarom zijn alle wetenschappers fraudeurs? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Gerben Moerman. Dank u wel. Ik weet niet of mijn collega's ook zo zouden klappen als ze dit op YouTube zien. Ik denk het niet, want ik ga de stelling verdedigen. Het wordt geformuleerd als een vraag, maar eigenlijk is het een stelling dat alle wetenschappers fraudeurs zijn. We hebben de afgelopen jaren een aantal fraudeurs gezien. En dat is niet iets nieuws, dat is al meer gebeurd, veel meer gebeurd, dat is misschien al zo oud als de wetenschap zelf, maar het maakt veel los in de wetenschap. Het maakt heel veel mensen kwaad. Sommigen heel kwaad. Mij ook. Fysiek kwaad. Dat er mensen zijn die de boel bedonderen. Willens en wetens. Maar het gekke is, hoe langer ik erover nadenk, verandert die emotie van kwaad naar blijdschap. Het is heel gek. Ik ben namelijk langzamerhand hartstikke blij met onze vakbroeders en zusters die de boel besodemieteren. Die frauderen. Wetenschappers die de mist ingaan. Dit is de Universiteit van Nederland. Dat betekent dat je niet direct antwoord mag geven op je vraag. Dus ik ga niet vertellen waarom ik blij ben. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Ik zal eerst maar eens op 2 fraudeurs ingaan. Iedereen kent ze. En eerst dacht ik hoef er niks over te zeggen. Maar in de voorbesprekingen zei de redactie, doe dat maar wel. Want over 5 jaar weet niemand het meer. En dat is natuurlijk ook zo. Want dan hebben we al lang weer nieuwe fraudezaken rond andere wetenschappers. En dan zijn, weet ik veel, de bankiers weer met weer iets heel anders aan de gang gegaan. Dus dan de waan van de dag. Dus ik moet even kort herhalen. 2 personen zal ik doen. Diederik Stapel en Mart Baks. Wat deed Diederik Stapel? Diederik Stapel was sociaal psycholoog. Dat betekent dat hij onderzoek deed met veel experimentjes. Hier zie je hem. Hij deed veel experimenten. Hij was een gevierde wetenschapper. Een aanstormend talent toen hij promoveerde in Amsterdam. Deed geweldig moeilijke experimenten. Behaalde interessante resultaten. En kwam vrij snel terecht in Groningen. En in Groningen ging het langzaam een beetje mis. Hij begeleidde promovendi, studenten die onder, promovendi, mensen die onder zijn leerstoel promoveerden, dus doctor werden. En ja, die deden experimenten en natuurlijk was het wel eens zo dat een experiment niet helemaal uitkwam. De hypothese werd niet bevestigd. En het begon ermee dat Stapel zei, nou geef die data maar mee, dan ga ik er nog eens goed naar kijken. En dan kwam die data terug en dan zaten er ineens 15 cases bij, 15 gevallen bij. En verrek, is er toch een effect in. We hebben de eerste keer niet goed gekeken. Het begon klein. Maar later werd het groter en groter en groter, kwam er een web van leugens. Veel sociaal psychologen doen onderzoek onder eerstejaarsstudenten psychologie. Gebaseerd op studentenpsychologie. Maar Stapel niet. Stapel deed onderzoek op scholen. Die had afspraken met scholen. Dat was briljant. Een briljante wetenschapper. Briljant fraudeur. Want andere collega's kwamen niet op die scholen. En hij had overal assistenten. Soms niet bestaande assistenten. Die hem hielpen. Die de experimenten uitvoerden. En in de praktijk typte hij zelf de gegevens in. Hij vulde de formulieren in. Hij kocht dozen chocoladerepen om uit te delen aan de scholieren die niet meededen. Dus die kieperde die in de container. Dit alles staat keurig uitgebreid beschreven in het rapport van de commissie Leveld.
belangrijk, heel belangrijk rapport. Dus stapel, frauderen, willens en wetens. Maar iemand anders fraudeerde willens en wetens ook. Antropologen, sociologen, gniffelden een beetje. Ha, psychologen, experimenten. Dan krijg je dat. Antropologen en sociologen, die doen dat niet. En toen was daar Mark Baks. Afgelopen zomer kwam het rapport uit, het was al eerder in andere stukken verschenen, maar afgelopen zomer kwam een rapport uit van de commissie Bout. En die commissie Bout beschreef het werk van Mark Baks. Mark Baks had onderzoek gedaan in Brabant. Had één ding heel hoog in het vaandel staan. Namelijk zijn informanten, degene bij wie hij de interviews deed, degene bij wie hij observeerde, degene van wie hij stukken las, die beschermde die. Want die zaten in een moeilijk pakket. In zijn geval in Brabant, in een klooster, en ze hadden een conflict met de katholieke kerk. Dan wil je niet dat dat zo op straat ligt, wie precies wat gezegd heeft, zei Baks voortdurend. En die verhalen die werden groter en groter en iedereen dacht, wat geweldig veldwerk doet die man. Ongelooflijk knap. Hij gaat met mensen in zo'n klooster zitten en krijgt op een gegeven moment een dagboek. En in dat dagboek staat hoe er allerlei intriges zijn. Geweldig interessant. Niemand anders heeft ooit dat dagboek gezien. Hij beschrijft, in dat dagboek wordt beschreven hoe een houten kerkje in brand gestoken wordt. Of in ieder geval verbrand. Andere kerkonderzoekers, van het Meertens Instituut onder meer, konden dat kerkje nergens vinden. Valt toch wel een beetje op als een kerk afbrandt. Baks ging later onderzoek doen in Bosnië. Halverwege de jaren 80 ging hij er voor het eerst heen. Maar ook halverwege de jaren 90, of begin jaren 90, tijdens de oorlog. En tijdens zo'n oorlog is onderzoek doen natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Dus er kan best wat begrip zijn. Maar Mark Baks verzon een genocide. Of tenminste, hij heeft een aantal keer gepubliceerd over een genocide die niet plaats heeft gevonden. Volgens Baks zijn er in een klein dorpje, Medjugorje, zijn 140, moet ik het zelf wel goed zeggen, 140 mensen gedood, 60 mensen gewond geraakt en 600 mensen zijn op de vlucht gegaan. Niemand anders kon die genocide terugvinden. En later zei Baks, ja, op een gegeven moment wist ik het. Maar daarna heeft hij nog 3 keer erover gepubliceerd. Dan moet ik iets zeggen over status in de wetenschap. Weber, belangrijke socioloog uit de 20e eeuw, zei, wetenschap, studenten, is een roeping. Wetenschap moet je doen vanuit je hart, vanuit de passie voor wetenschap. En het was een toespraak die opriep tot passie voor wetenschap, maar tegelijkertijd zei, maar doe het niet. Het is een wespennest. Mensen werken hier met status en je moet eerst eeuwenlang ja knikken naar je hoogleraar, naar je professor, voordat je zelf een beetje op een positie komt. Wat is wetenschap dan nu? Nou, wetenschap is toch ook wel een beetje werk. Ik bedoel, het is een roeping, het is mijn passie. En niet alleen van mij, maar van al mijn collega's. Maar het is ook werk. En het is ook een grote rat race. Een grote rat race waarin status immens belangrijk is. Waarin je serieuzer genomen wordt, al naar gelang je positie op de universiteit. Kan ik makkelijk zeggen, mijn positie is vrij laag. Waarom is mijn positie vrij laag? Mijn positie is vrij laag omdat ik één ding niet goed doe. Ik publiceer te weinig. En niet alleen ik, er zijn er meer. Dat is het grote belang nu in de wetenschap. Veel publiceren, output genereren. Wij worden nu gestuurd vanuit een idee dat je, hoe meer je schrijft, hoe betere wetenschapper bent. Hoe meer je carrière kan maken. Dat is ook de reden waarom mensen anderen plagiëren en zichzelf plagiëren. Want je krijgt immens veel status als je elke 3 dagen een artikel publiceert. Er zijn mensen die dat doen. Zo snel kan ik niet eens lezen. En zowel Stapel als bij Baks wordt heel vaak die status en die rat race op de universiteit gebruikt.
en gezegd van, daar komt het door. Die status zit trouwens niet alleen in publicaties, want ik ben immens statusgevoelig, anders had ik hier niet gestaan. En met onderwijs kun je ook status verdienen. Dus ik zit in diezelfde red race, ondanks dat ik aan één pootje niet mee kan doen. Of niet goed meedoen. Maar het is niet alleen status. En nu kom ik erop waarom ik eigenlijk blij ben met die fraudezaak. Mijn vak is methodologie. Het saaiste vak wat gedoseerd wordt bij sociale wetenschappen. Maar nu kan ik mensen vertellen, dit is niet het saaiste vak, dit is het meest belangrijke vak. Dit is het vak wat laat zien wat goede wetenschap is en wat slodderwetenschap is. En daarom ben ik hartstikke blij met die fraudezaken, want die fraudezaken laten heel goed zien dat die fraude niet op zich staat, dat die fraude een gevolg is van slodderwetenschap. Het is niet mijn term, het is de term van Leefeld. Laat ik dan netjes verwijzen. Maar deze term is wel van mij. Alle onderzoekers die zijn voortdurend bezig met nadenken over hoe moet ik mijn onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren. En daar maak je keuzes in. Die keuzes zijn niet altijd de beste keuzes. Soms worden die keuzes bepaald door geld, tijd of iets anders. Soms is het een simpele afweging. Ga ik de diepte in of ga ik de breedte in? Als je de breedte ingaat, je gaat veel mensen interviewen, kun je minder goed de diepte ingaan. Dat is heel logisch. Die afwegingen maken we voortdurend. En daarin ontstaat langzamerhand een soort, wat ik noem, methodologische consensus. We zijn het met z'n allen eens dat als je onderzoek uitvoert, dat dit een goede manier is of dat dat een goede manier is. En wat is er nou gebeurd bij die fraudezaken? Die methodologische consensus is doorgeschoten. Dat zien we bij al die fraudezaken, wat mij betreft. Allereerst, herstudies. Het verhaal bij Stapel en bij Baks is, waarom heeft niemand dat eerder gezien, dat het niet klopte? Waarom heeft niemand herstudies gedaan? Klopt, herstudies worden bijna niet gedaan. Bijna niemand gaat onderzoek repliceren, zoals we dat noemen. Nadoen, waarom niet? Ja, dat is lekker stoer, als iemand anders onderzoek na gaat doen. Je wil zelf iets nieuws ontdekken. En als je het dan gaat nadoen, als je iemand anders dan wil je hem onderuit halen. Er zijn voorbeelden in de historische wetenschappen waarbij dat gebeurd is. Nee, nu laten we zien ook dat alle Duitsers schoften waren tijdens de oorlog. Dat is gebeurd. Tweede is weinig transparantie. Rond Baks, rond Stapel, bij beide was er sprake van weinig transparantie. Nee, dat doe ik wel. Ergens hierachter dat niemand het ziet. In de onderzoekspublicaties werd ook door tijdschriften gezegd, wetenschappelijke tijdschriften, laat die methodologische verhalen er maar een beetje uit. Laat maar zitten. Wat we willen lezen is de juicy stuff. Geweldige experimentjes. Als je een pepermuntje eet, dan haal je hogere cijfers voor je tentamens. Zulke soort dingen. Dat haalt de krant. Het derde is datgene waar ik mij het meeste boos om maak. En dat is een citaat, wil ik graag laten zien, wat Stapel... iets wat Stapel heeft gezegd tijdens een conferentie. En wat eigenlijk de gangbare manier van redeneren was en is onder sommige sociaal-psychologen. Namelijk deze manier. Dit zegt hij tijdens een groot internationaal congres waar hij keynote speaker is, de belangrijkste spreker. My point is that whatever way we arrive at our theories and hypotheses, the experiments and tests we design are made to verify, not to falsify our conjectures. Mijn promotor zou hebben gezegd, every time a theory gets refuted, the bells of victory will ring. Maar Stapel niet. Die zegt, nee, we moeten onze ideeën verifiëren. Dat doen we met het experiment. En het citaat gaat nog verder. En dan wordt het echt erg. The leeway, the freedom we have in the design of our experiments is so enormous that when an experiment does not give us what we're looking for, we blame the experiment, not our theory. At least that's the way I work. Is this problematic? Hell yes! Immens problematisch. Dit is precies waarom methodologie zo belangrijk is. Waarom wetenschapsfilosofie niet saai is, maar immens belangrijk. Dit is precies wat er immens, immens fout was. Wat mensen bij Pauw en Witteman, ik noem geen namen, maar mensen zitten bij Pauw en Witteman en die zeggen, 4 experimenten waren gelukt.
De andere experimenten die waren niet gelukt. Wat betekent dat? Vraagt Jeroen Witteman. Dat betekent dat onze hypothese niet geverifieerd is. Dat is dus precies wat er mis is. Eén experiment. Oh, jammer, mijn hypothese komt niet uit. Nou, weet je wat? Doe ik er nog één. Oh, nee, nog niet. Jammer. Nog één. En nog één. En nog... Dat noemen we kanskapitalisatie. Als je lang genoeg met een dobbelsteen gooit, dan gooi je op een gegeven moment echt wel 5 keer 6. Dat maakt me dus blij. Boos en blij. Blij omdat ik mijn studenten kan vertellen, kijk, dit gaat mis. Blij omdat er in alle universiteiten, op alle universiteiten in Nederland hier een heel sterke focus op is. We moeten data delen. We moeten laten zien hoe we aan resultaten komen. We moeten laten zien welke experimenten er misgingen. We moeten erover publiceren. Er zijn vakgebieden waarin verrekt te weinig wordt gepubliceerd over experimenten die mislukken. Onder meer medicijnen. Oftewel, u slikt medicijnen die misschien helemaal niet meer werken. U denkt van wel, fijn. Maar uit experimenten blijkt dat niet meer. Maar ja, dat publiceer je niet. Je publiceert alleen op het moment dat we wel effecten hebben. Perfect onderzoek is dus niet mogelijk. Dus elke onderzoeker fraudeert een klein beetje. We maken altijd afwegingen. Ik heb zelf in mijn promotieonderzoek onderzoek gedaan onder Amsterdammers. Die Amsterdammers zijn geïnterviewd. Op het moment dat ik vertel over dat onderzoek, vertel ik over mensen. Mensen geven antwoord op vragen. Mensen reageren anders of niet anders, dan moet je dat college voor kijken, anders of niet anders op manieren van doorvragen. Maar zijn dat nou mensen? Ja, het zijn mensen, maar niet de mensheid in zijn algemeen. Misschien zijn Amsterdammers wel een heel bijzonder volkje. Kunnen Amsterdammers heel goed omgaan met interviewers die op heel verschillende manieren interviewen? Dat weet je niet. Het belangrijkste probleem en de belangrijkste... Dus ook ik doe het. Ook ik doe het. En voortdurend. Het belangrijkste probleem van die fraudezaken en eigenlijk van alle wetenschappers is dat we te veel antwoorden willen. We zitten in de job omdat we die passie hebben. Omdat we antwoorden willen hebben. Omdat we vragen stellen. En we stellen die vragen om tot een antwoord te komen. En daar gaat het mis. De Universiteit van Nederland eist dat je van tevoren een vraag stelt. En het moet een beetje sexy zijn, want anders kijkt niemand, klikt niemand erop op internet. Dus er moet een vraag gesteld worden. En ik, de wetenschapper, moet dan een antwoord geven. En dat is een mis. Hoe het zou moeten zijn, is dat ik maar één ding doe. Namelijk twijfel geef. Heel veel twijfel. En ik hoop echt dat ik vandaag jullie een beetje heb laten... Maar wacht even. Ik wil zeggen, ik hoop dat ik jullie heb laten twijfelen. Maar ik heb de hele tijd alleen maar antwoorden staan geven. Maar ja... Twijfel alsjeblieft. Dank u wel.